How dare you? Dit zei mijn leeftijdsgenoot Greta Thunberg toen ze met haar verhaal bij de Verenigde Naties de wereldleiders mag toespreken. Net als zij maak ook ik me druk om het klimaat, maar dan op een heel andere manier. Politici van links tot rechts beweren dat we in Nederland nu ongelooflijk veel geld moeten uitgeven om mijn generatie te redden. Maar wat ze in werkelijkheid doen is juist onze toekomst op het spel zetten. Ze plempen ons land vol met duizenden megawindturbines, zo groot als de Eiffeltoren. Ze verstikken onze weilanden en akkers met gigantische zonneparken en zadelen gezinnen op met een torenhoge energierekening. Ik wil dat we stoppen met het even onhaalbare als onbetaalbare project van het gas af, kost ons honderden miljarden euro's en levert helemaal niets op. En dat, terwijl Duitsland juist inwoners subsidieert om aan het gas te gaan. Partijen zoals D66 en GroenLinks willen ons doen geloven alsof biomassa zo duurzaam is. In werkelijkheid worden de oerbossen en het regenwoud gekapt om als biomassa te stoken. Ik wil dat we hiermee stoppen. How dare you? Ik zeg het Greta na. How dare you Ed Nijpels? How dare you Frans Timmermans? Hoe durven jullie Nederland en Europa met onbetaalbare energieakkoorden en zogenaamde Green Deals op te zadelen die de welvaart van mijn generatie op het spel zetten? Ja21 wil echt een schoon groen land met gezonde lucht. Daarom willen wij net als Frankrijk nieuwe kerncentrales bouwen, investeren in onderzoek naar thorium en inzetten op klimaatadaptatie. Ons land heeft een eeuwenoude traditie van waterbeheersing. We zijn de uitvinders van de Deltawerken en we hebben de beste ingenieurs ter wereld. Tegen mijn leeftijdsgenoten zeg ik, blijf onafhankelijk denken en laat je niet aanpraten dat de wereld vergaat als we stoppen met het huidige beleid. Blijf realistisch, kies voor onze welvaart en denk aan je toekomst. Stem daarom op 17 maart, ja 21.